Ja, hoe mooi dit er voor een avondje ook uitziet, het zorgt vaak voor een hoop rommel op straat. Om te voorkomen dat het vuurwerkafval dagen blijft liggen, heeft Rutte haar inwoners opgeroepen om het afval te verzamelen. En maandagmiddag kon dit dan gratis worden weggebracht naar de gemeentewerf, in ruil voor een mogelijke prijs. Alle beste wensen. Kijk. Ja, ik heb niet zoveel. Een mooi feest gehad. Ja, kunnen we staan. We verzamelen het vuurwerk in, samen met inwoners. Na een mooi feest, je eigen rotzooi opruimen. Hè? Zo hebben we toch eigenlijk met z'n allen ook geleerd. De overblijfselen worden op een soort weegschaal gezet. Kijk, heel sterk. 29 kilo. Dus dat zijn 5 lot. Per 5 kilo krijgen Drutenaren een lot. En daarmee maken ze kans op een tablet, zwemkaartjes of bioscoopkaartjes. De prijzen worden woensdag uitgereikt. Na een paar uur zat de eerste kliko helemaal vol. Drutenaren hebben genoten van oud en nieuw. Hoe was uw oud en nieuw? Ja, goed. Heel goed eigenlijk. Geslaagd. Mijn oud en nieuw was niet zo best, want ik was ziek. Oh, dat is minder. Dus ik lag lekker op de bank. Wat hebben we gedaan? We hebben vuurwerk afgestoken. Dat was het eigenlijk. Veel vuurwerk? Ja, best wel toch. Hè? De hele avond hebben de kinderen in ieder geval staan stoken, dus dat ging goed. En wat heb je allemaal gedaan met oud en nieuw? Mijn vrienden vuurwerk afgestoken en een beetje rondgelopen en bij de grotere vuurwerk ook nog even gekeken. En net alles netjes opgeruimd? Alles opgeruimd, ja, daar hoort er ook bij, hè? Het is nog onduidelijk hoeveel kilo er in totaal aan vuurwerkafval is opgeruimd.